Het nieuws uit Enschede van donderdag 22 juni. Enschede stopt met het ophalen van plastic afval bij flats. En een grote sportdag op het Rutbeek is aangepast vanwege de extreme hitte. En vandaag deze temperaturen, kun je het nog een beetje volhouden? Ja wel, maar je moet wel goed drinken en goed inspelen. Goeiedag. Gemeente Enschede gaat stoppen met het aan huis ophalen van plastic afval bij hoogbouw. Inwoners weten volgens de gemeente namelijk niet altijd wanneer het plastic afval wordt opgehaald. Ze zetten hun zakken veel te vroeg aan straat of hangen ze aan een afvalcontainer en zo ontstaat een rommelig beeld. De maatregel betekent dat de gemeente extra containers voor plastic afval moet plaatsen. Dat plan wordt nu verder onderzocht. Binnen nu en 10 jaar wordt het Diekmanterrein dé plek waar topsport, breedtesport en talentontwikkeling samenkomen. Dat wil de gemeente. Er moet een talentencampus ontstaan waar uiteindelijk ook de jeugdopleiding van FC Twente zou kunnen terugkeren. En de 4 voetbalclubs die er zitten gaan mogelijk intensief samenwerken en op 1 sportcomplex spelen. De nieuwe accommodatie moet dan ook maatschappelijk inzetbaar worden voor de wijk eromheen. Ja, gisteren werd hij al gepresenteerd. Tom Boeren is de nieuwe man die het moet gaan doen in de spits bij FC Twente. Boeren is topscorer van de eerste divisie met 33 goals. Een mooi cv dus, waarmee hij waarschijnlijk veel kanten op kan. Maar waarom koos hij voor FC Twente? Omdat Twente een fantastisch mooie club is. Die hebben een bepaald idee, die komen ook ergens vandaan. En die willen we ergens naartoe. En ik wil daar heel graag onderdeel van uitmaken. Tom Boeren is 24 jaar en gaat nu pas eigenlijk in de Eredivisie spelen. Wat een rare carrière heb je er dus verder gehad. Ja, dat heb ik vandaag wel vaker gehoord. Ja. Wat is allemaal gebeurd onderweg? Omzwervingen, een beetje. Je bent in België geweest, je hebt ook wel wat pech gehad, denk ik. Maar goed, dat is het verleden en laten we lekker focussen op de toekomst en op het nu. Als je kijkt naar het lijstje van de laatste 5 jaar van de topscorers uit de Eerste Divisie, die hebben het altijd heel lastig gehad op het hoge niveau. Het is voor mij zaak om snel het niveau op te pakken en daarop ook belangrijk te zijn. Ja. Hoe vaak heb je aan de carrière van Vincent Janssen gedacht de afgelopen dagen? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld hoe het zou kunnen gaan. En het zou mooi zijn als het met mij ook zo zou gaan. Zo'n 1500 Enschedese basisschoolleerlingen deden vandaag mee tijdens een grote sportdag op het Rutbeek. Vanwege de hitte heeft de organisatie besloten om het programma aan te passen. Ook werden er voorzorgsmaatregelen genomen. Hey, is het vandaag niet veel te warm om te spotten? Ja, eigenlijk wel, maar ja, het is wel heel leuk. Eigenlijk wel, maar het is gewoon leuk. Ja? Maar wat vind je nou het allerleukste vandaag? Ik denk dit wel, want hier mag je even springen en klimmen, dat is leuk. Ik vind het leukste deze wel, want hier mag je klimmen en dan mag je er gewoon afspringen. Ja, ik denk het parcours door het bos heen. Want wat gebeurt er allemaal? Je moet op matten springen en over touw heen klimmen. En vandaag deze temperaturen, kun je het nog een beetje volhouden? Ja wel, maar je moet wel goed drinken en goed insmeren. Ja, ook korte broek en korte mouwen en veel water meenemen. Drinken en goed insmeren. Er zijn 4 onderdelen. Of 3 onderdelen eigenlijk. Het 4e onderdeel is helaas hebben we door de warmte uit laten vallen. Ze doen de proeven waarbij ze een diploma krijgen. Dat is hoogspringen, verspringen, balwerpen enzovoorts. En ze hebben een minikamp. Dat is een wedstrijd 8 juli tussen de verschillende scholen. En ze hebben een junglebaan wat meer voor de beleving is. En je gaf het al aan, 1 onderdeel is geschrapt vanwege de warmte. Hebben jullie nog meer maatregelen genomen? Ja, we hebben 6000 flesjes water hebben we besteld met een koelwagen. En na ieder uur kregen de kinderen een flesje water, waarbij ze dus eigenlijk genoeg te drinken kregen. En hoop je volgend jaar weer op deze temperatuur of mag het toch wel iets koeler zijn? Het mag wel iets koeler zijn, ja ja. Morgen wordt de sportdag opnieuw gehouden, dan doen er 1500 andere leerlingen mee. Gelukkig voor hen is het dan iets minder warm. Want vandaag was het een enorm warme dag met temperaturen boven de 30 graden. Bij locatie de S-poort van Liberijn werd een zomermarkt gehouden. Maar hebben de bezoekers daar nog wel zin in met de hitte? Dit is een zomermarkt, dat hebben we georganiseerd van mensen uit de zorg van Liberijn. En dat had een reden, want we willen graag in oktober een circus laten komen. Circus Stijn. En daar hadden we geld voor nodig. En daar hebben we Stichting Ouderenfonds voor benaderd. Die sponsoren een deel, maar dan moesten we zelf ook 1000 euro ophalen. We hebben bedacht, hoe gaan we dat doen? We gaan een zomermarkt organiseren. Dus hebben we de collega's van de zorg allemaal gevraagd en andere disciplines.
En zo hebben we bedacht dat we hier een zomermarkt gingen houden. Ziet het er nou uit dat jullie die 1000 euro gaan halen? Ja, daar ga ik wel van uit. Ze hebben gisteren ook al, of dinsdag bij een andere locatie, hebben ze een carwash gedaan. Hebben ze ook al flink wat auto's gewassen. Dus ja, ik ga er 100% voor dat het gaat lukken. En het is nu natuurlijk heel warm. Hebben jullie daar ook een beetje op aangepast? Ja. We hebben extra parasols, we hebben extra water. We hebben alle mensen goed geïnstrueerd dat ze een klein rondje om de markt en dan zo snel mogelijk weer in de schaduw gaan. We zorgen sowieso altijd al heel erg goed voor onze mensen. IJsjes krijgen ze sowieso en een glas bouillon hebben ze allemaal op de afdeling al gehad vanmorgen. Dus het is maar een kort tijdsbestek, hè, dat we de markt hebben. Wat vindt u ervan tot nu toe? Nou, ik vind het wel mooi, maar de temperatuur leent zich er niet voor. Voor u is het te warm? Te warm. En wat doet u dan bijvoorbeeld om een beetje koel te blijven? Ja, gewoon thuis zitten met bij de airco. Nou, een beetje veel bij de kraan, hè? Beetje veel met de voeten in het water. Ik ga wel aangepast hier naartoe. En ik kan dus niet zeggen van, nou, het is nu 2 uur, ik blijf hier tot 5 uur. Dat lukt niet. Nou ja, goed drinken, hè, de hele dag door. Zin of geen zin? U drinkt niet extra water of water met ijsklontjes? Wel nee, hoor. Gewoon doen, hoor. Gek genoeg. Vandaag was voorlopig ook de warmste dag, want de temperatuur gaat zakken. Vanavond is er kans op onweer en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wordt het wat frisser en wordt het maximaal 25 graden. In het weekend gaat het regenen en wordt het gemiddeld zo'n 22 graden. En ook volgende week gaat het flink regenen. Tot zover. Zometeen kunt u hier kijken naar Jij in de Wijk. Maar nu eerst ziet u het NOS-nieuws in 60 seconden. Ik wens u nog een hele fijne avond. Tot morgen.